Dat is leuk. De bel is binnen. Is goed. Ja. Kijk. Spannend. Hey, Poesie. Hi. 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 Hallo. Michiel. Oh, dit is de beestenboel. Hey, kijk eens. Dit is de plek waar ik echt allerliefst ben eigenlijk, vooral overdag. Ja, wij werken hier en eten en drinken. En daarbij hou ik heel erg van, als familie komt, dat iedereen bij elkaar kan zitten. Leuk, en al het eten en drinken kan hier daar staan. Dus ja, ik ben heel, heel blij met die tafel. Ja, snap ik. Ja, ik vind hem ook super cool. Ik heb helemaal geen verschillende stoelen thuis. Nee, nee. Wel een beetje verschillende stof. En allemaal hetzelfde vind ik wel heel rustig en stijlvol. Ik hou best wel van een mooie repetitie altijd in trio. Dat vind ik wel gaaf. Alleen de vergadertafel ligt gewoon een beetje op de loer. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk met zo'n stoere tafel dat het dan ook wel weer meevalt. Dit snap ik niet van jou hoor. Dat je zo'n openkeuken. Ik snap dat wel hoor. Mijn pannen hoef ik echt niet te stylen in een keuken. Dat mag gewoon lekker achter slot. En ik vind het ook heerlijk als deur dicht opgeruimd. Heel het aardig leeg is. Opgeruimd. Gewoon, Nee. Gewoon gebruikt. Nee, maar ik vind ook niet mijn pannen bijzonder. Maar ik vind het wel. De keuken is heel industrieel. En dat vind ik wel weer tof hier in het pand. Mm. Maar ik vind het ook wel weer heel erg passen in mijn huis. Ja. Nee, past hier zeker. Dit is mijn huis. Heel veel mensen richten hun huis in door te kijken van wat past bij elkaar en hoe staat het. Ik wil graag inrichten op gevoel. Ja, ik heb de meubels hier gekocht en verzameld door de jaren heen. Jouw interieurstijl is dus ook dat jij een center in je hebt dat je ergens tegenaan wil lopen. Ja, dat is wel waar. En je weet waar je niet ergens tegenaan en dan, loopt. En ik denk ook dat ik, om het zo plat te zeggen, mijn interieur op die manier ook best wel dan nonchalant inricht. Ja, wel kleur, maar niet heftig. Waarom maar niet? Chaotisch ben in mijn hoofd, krijg ik te veel prikkels, denk ik, of zo. Ik zou nooit alles wit willen. Nee, oké. Ik wil wel dat het blendt met alles, maar niet dat het in your face is, zeg maar. Die korfkast, die broodkast in zwart staal met die planken. En een beetje die gebogen die zo naar binnen gaat. En die bakkerskast, dat vind ik dus echt een soort de Vienexwijk. En dan, wij willen ook industrieel. Ja, wij willen ook iets stoers. En dan staat dat in die moderne huis met die hooglandskeuken en dan die kast ernaast. En dan toch de Home is where the heart is kussen op de bank. Nou, ben ik wel met jou eens, Daar heb ik altijd zin in. De kat wil naar binnen. Kom maar. Nou blijf je binnen, hoor. Oh, wauw, dit is wel super cool hoor. Ik vind het wel fijn dat het hier een beetje iets intiemer. Ja, dat is wel prettig, vind ik. Ja. Zo, dit is het domein van Marieke en haar man. Ja, hier slaap ik. En ben jij nou alleen maar slaper of is het ook boeken lezen, tv kijken, iPad, laptops? Zo weinig mogelijk. Ik wil hier echt rust. Als je gewoon even geen zin hebt in iemand, dan ga ik hier ook wel zijn. En het type bed? Ik heb nu wel echt een wens, sowieso een ander bed qua uiterlijk, maar ik wil nu ook wel een keer echt iets heel luxe. Dat je echt denkt, oh, ik wil nooit meer weg. Ja, zeker. Heb je een filosofie over dat dit mag niet in een slaapkamer en dat mag wel? Bij veel mensen staat een bed en that's it. That's it. En dan zeg je, ja, maar ik slaap er toch alleen maar. Maar dan denk ik, ja, tuurlijk slaap je alleen maar omdat er niks leuks is daar. Nee, er is ook niks te zien. Nee, is niks Ga dan te maar zien. Slapen. Wat vind je nou echt een no-go in een slaapkamer? Waar gruwel je van? Dan kom je wel eens ergens en dan staat er gewoon een bokspring en daarbovenop dat grote matras. Dat is dan zo stijf en zo nikszeggend en zo truttig, maar dan hebben ze wel dat geweldige bed en dan die kastjes ernaast. Ik vind nachtkastjes met een tekstje erop naast het bed, sleep well of wat of erboven of zo. Vreselijk. Dat fout is zo'n tekst. Oh, Vond je deze video leuk? Laat het ons weten, like deze video en abonneer je op ons kanaal.